De voorzitter van de Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname, Siroto Aluma, vindt niet dat de inheemsen een achtergesteld volk zijn. Wij spraken hem gisteren in de Palmetuin bij de 11e herdenking van de Dag der Inheemsen. Aluma zegt nooit het woord achtergesteld te hebben gebruikt, omdat hij vindt dat inheemsen anders geschoold zijn. Volgens hem gebruiken stedelingen het woord vaker, omdat ze niet beter weten. Mijn mensen, mijn opa is anders geschoold dan ik. Wat hij weet, weet ik niet. Maar wat ik weet, ik ben anders geschoold. Ik ben westers geschoold. Weet je? Maar ik ben ook cultureel of ook traditioneel geschoold. Een heel beetje. Dus als het ware ben ik in mijn bevolkingsgroep ben ik pas in de kleuter. Ik moet nog veel, veel leren. Ik moet nog naar de eerste, tot naar de zesde en slagen. En dan misschien ooit naar de universiteit, dus dat is de Payai. Weet je? Dat is de Payai, de shamanisme. Voor Aluma moet de Dag der Inheemsen herdacht en niet gevierd worden. Het is namelijk belangrijk voor hem dat wij niet vergeten wat het verleden ons gebracht heeft. De weinige indianen of inheemsen die er zijn, moeten volgens de voorzitter van de stichting gewaardeerd worden. Daarom is de Nationale Dag helemaal op zijn plaats. Aluma zegt dat indachtig de slogan "Grondenrechten zijn mensenrechten" deze rechten gerespecteerd moeten worden. Grondenrechten is een van de vraagstukken in nu. De verklaring is getekend, dus ze gaan ermee beginnen. Er is een politieke wil, dus dat is heel belangrijk. Grondenrechten is een politieke issue eigenlijk. Als er geen politieke wil is, dus dan kan je eigenlijk niets mee beginnen. Want wij moeten het gezamenlijk doen. Dus vandaar dat wij zeggen van, nou, er is een wil, de verklaring is getekend, dan kunnen we beginnen. Vele mensen begrijpen het niet, weet je, maar als je even dieper gaat kijken wat het eigenlijk, de intentieverklaring, wat het eigenlijk betekent, dus dan ga je het helemaal begrijpen. Dus dat dit pas het begin is. En dus, dit is de enige regering die dat heeft getoond. En de president was vandaag hier in de tuin, heeft het ook duidelijk gemaakt. Niet alleen de grondrechten, maar er zijn ook andere rechten die eigenlijk geschonden worden. Eigenlijk door onszelf, door onze eigen mensen. De voorzitter van de Stichting Herdenking Nationale Dag der Inheemse Volken in Suriname, Siroto Aluma. We spraken hem gisteren in de Palmetuin tijdens de viering van de dag der inheemsen.